En onderwijsminister Marie Levens begrijpt de ophef niet over de ontheffing van hoofdinspectie basisonderwijs Orwine Philanthi. De bewindsvrouw zegt dat Philanthi niet aan een kant is gezet. Aan haar is slechts gevraagd om te helpen op een ander directoraat. Levens vindt dat Philanthi niet helemaal mee kon met de doorgevoerde vernieuwingen. Op zich een beetje onhandig om er te dwingen om dingen te doen soms liggen dingen je gewoon niet. Dus heb ik er gevraagd om bij een andere directeur door te gaan. En dat vindt ze niet goed. En de bond vindt ook. En ik moet even gaan uitzoeken als een minister de bevoegdheid heeft om een medewerker te vragen, help me op een andere plek in plaats van waar je nu zit. Als ik die bevoegdheid niet heb, dan is dat een probleem. Maar ik denk dat ik de bevoegdheid heb om een medewerker te vragen om eventjes naar een andere afdeling te gaan in plaats van daar te blijven zitten waar het niet zo goed werkt. Levens geeft aan dat de ophef over de ontheffing van Philanthi als hoofdinspectie basisonderwijs in een breder context moet worden geplaatst. De bond roert zich al enige tijd. Levens zegt niet tegen vakbonden te zijn, maar er moet rekening worden gehouden met zaken die binnen en buiten Paramaribo spelen. Het volledige interview met minister Levens is vanavond te zien in het programma Onder de Loep om 8 uur op kanaal 12.1.